elkaar om jullie mee te nemen in het ontwerpproces van Innova 58. Het is creatief, het is nieuw, het is zenden, maar het is ook ophalen. Ja, het belangrijk is om de markt mee te nemen in dat circulaire economie, want die spelen een hele belangrijke rol in. We moeten zorgen dat in onze contracten, in de gesprekken met de markt, dat we juist circulaire economie op een hoger niveau plaatsen. Dus het is allemaal nog wat verder weg, het is meer nadenken, kijken waar de kansen zitten. Maar ook, we zijn ook wel dingen aan het uitproberen en dat vind ik hartstikke goed. In 2050 moet het helemaal voor elkaar zijn. In 2030 werken wij als Rijkswaterstaat circulair. Ik geloof daar wel in. Ik denk ook wel dat we uiteindelijk naar bijna 100% gerecycled materiaal kunnen. Alleen het moet heel anders dan dat we het nu doen. De kwaliteit van de vraag die de overheid stelt aan de markt bepaalt de kwaliteit van het antwoord waar de markt mee komt. Als dat tot consuminderen leidt wel, maar op het moment dat je daar een mooie tv van koopt en een vakantie naar Thailand. Daarvan zou ik zeggen dat de markt zelf de oplossing moet gaan zoeken. Maar de data die ooit opgerold was, hoe ga je die nou weer verdelen? Het is een game die op tijd ook gaat. En daarnaast, zeg maar, behalve kennis van de circulaire economie en hoe dat toegepast wordt in ons werk, wordt er ook gekeken naar wat voor mens ben jij. Er moet nog heel veel gebeuren. Je ziet dat er nog heel veel partijen gestuurd worden op geld en niet op duurzaamheid. Het onderwijs moet je hierbij gaan betrekken. Want je moet namelijk de nieuwe generatie, die moeten in die circulaire denkmodellen kunnen zitten. Circulair economisch gaan draaien. We zetten de boel letterlijk in beweging. Het platform CBE23, Circulair Bouwen 23, is vandaag gelanceerd met een tweeledig doel. En aan de ene kant dus het verbinden van bestaande initiatieven om kennis op te doen en kennis uit te wisselen. En als tweede doel om te komen tot afspraken die voor de hele bouwsector van belang zijn. Nu beginnen met de huidige infrastructuur, om die circulair te benaderen. Dat is één. Ten tweede, alles wat we nieuw doen, 100% circulair doen, hè, zodat we in 2030 circulair werken en in 2050 circulair zijn. De kunst volgens mij voor Rijkswaterstaat is dat ze niet in één keer alle problemen van heel de wereld ineens willen gaan oplossen. Begin zo en neem dat heel serieus en dan zal je zien dat het effect enorm is.